Om waar wil je de groeten van? Om mijn heid en mem. En mijn hele familie eigenlijk. De groeten noemen, nou ja, die man hier. Hij hier aan de achterkant. En waar is dat? Dat is Damien. En dat is een maat van mij. Dus vandaar. Aan mijn vrouw. En waar is je vrouw? Amsterdam. Het is ganz wunderbar hier. We zijn hier zufällig met dem Wohnmobil. En zijn hier zo dazu gestoßen. En het is herrlich hier. Nou, alle mensen kunnen best trainen. Dan her. Oh, en is mem, die zit thuis en die hier graag wil heen wonen, maar ze is net zo goed erbij. Dus dan wil ik de groet naar Jannie Leijden van uit Anjem. Ik wil de groet van Rianne Hiemstra uit Sjerkwet. Ja, ik wil natuurlijk de groeten van mijn hele familie en om mijn vrouw. Om mijn vrouw die er in de steken zit. Mevrouw, je krijgt de groeten. Maar waar krijg ik de groeten dan? Ik dacht van je man. Van mijn man? Ja, die ziet je krijgt en die staat er nou bij hem. Hè? Maar waar is dit eigenlijk voor bedoeld? Jo, mij de groet nek even doen, oh, ik mij de groet nek ook niet doen. Nou ja, om mijn man dan maar weer waarom. Ik ga net zo volle familieleden. Dus de groet om mijn man. Ik doe de groeten aan mijn man en kinderen. Man is heel hard aan het werk thuis. In de hitte. En wij zitten hier lekker op het terras. De groeten wil ik doen aan mijn zussen. Die zitten lekker in het zuiden. Daar is het ook goed warm op dit moment. En wij zijn even uitgeweken naar Dokkum. En mijn huid en Mammy. Om mijn dochters, die steen achter de bar, die had het mooi druk. Daar heb ik een groet noemen. Alina, Siebrig en Femke. En Wiebe Douwe Koostra, mijn beste maat. Ha. Nou, dan maar om Jelle, Linda Dijkstra en vrouw Dijkstra en Annette Dijkstra. En jou? Doe maar aan Halben Klaske, Boersma, in Kalm. Alle mensen doen weer mooi. En hier. Om Jeroen, mijn borreman. Ja? Dat vindt Jeroen wel mooi? Ja, dat vindt Jeroen prachtig.